Hallo iedereen, een andere week, een andere blog. Afgelopen week zien wij eigenlijk dat mijn portefeuille nauwelijks bewogen heeft, net als grotendeels van de hele markt. Dus deze week gaan we verder kijken naar de gezondheidsindustrie of mijn ETF in de healthcare. Nou, als we naar deze ETF kijken, dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde zoals we in de hele healthcare-industrie zien. Het is voornamelijk op Amerika gecentreerd. Er staat 70% in Amerikaanse aandelen, 35% in Europa en dan wat kleine stukjes in Azië. Nou, en dat betekent grotendeels dat we met Trump's policy te maken hebben. Ik denk dat iedereen heeft meegekregen dat de Healthcare Act een paar weken geleden van Trump niet helemaal doorging. Nou, dat vond ik een mooi moment om deze healthcare ETF te kopen. Want prijzen waren op dat moment vrij laag. Terwijl je eigenlijk zeker wist dat over, nou, misschien geeft het een paar maanden, het kan zelfs een jaar duren, komt Trump gewoon weer met een nieuw voorstel om die Healthcare Act te vervangen. Want Obama's naam staat erop, dus volgens Trump is het per definitie slecht. Nou, dus je kan wachten tot eigenlijk de volgende act binnenkomt en de prijzen van de healthcare in Amerika weer omhoog gaan. Nou, voor de mensen daar is dat denk ik niet heel erg prettig. Voor de investeerders in de healthcare-industrie des te meer. Je moet bedenken dat de Obamacare daar voornamelijk zorgde voor prijsdalingen. Het werd goedkoper voor mensen om insured te zijn, om verzekerd te zijn. Waardoor over het algemeen de prijzen daalden. Nou, dat was niet goed voor de farmaceuten. En zoals deze grafiek laat zien, is grotendeels van de markt in de healthcare is farmaceuten. En daar wil ik het ook een beetje over hebben. Want farmaceuten zijn best interessant, eigenlijk voor elk soort belegger. Je hebt de grote farmaceuten met de stabiele cashflows en eigenlijk de stabiele cash dividenden elk jaar weer. Dus dat kan zijn voor hele risico-averse mensen die dat willen hebben. Aan de andere kant zitten hier ook echt de penny stocks in. De paar PhD-studenten die een nieuw medicijn aan het ontwikkelen zijn en wachten op goedkeuring. En op het moment dat het binnenkomt, miljoenen binnenslepen. Dus er is voor iedereen hier wat tussen. Nou, wat ik de afgelopen jaren eigenlijk een beetje aan mensen door probeer te schemen, is dat als je jong bent, zoals ik, dan kan je best een paar penny stocks in je portefeuille hebben. Dat is niet per definitie slecht. Je moet bedenken dat deze aandelen vaak niet gecoverd zijn door analisten. Met andere woorden, er wordt veel minder in gehandeld. Er zit ook veel meer risico in. Je kan bedenken dat een grote vermogensbeheerder, ja, die vindt dit totaal niet interessant. Het gaat om een bedrijf van misschien nou, nog geen miljoen euro of een paar miljoen euro. Ja, op het moment dat zij met miljarden te beleggen hebben, dan kan je hier misschien, nou, ik zeg hier ook, moet wel hooguit 5% van het bedrijf hebben, dan kan je hier maar snel met duizenden euro's in beleggen. Dus zij hebben hier helemaal niks mee te maken. Wat als particuliere belegger dus best wel een voordeel kan zijn voor je portefeuille. Nou, deze liquiditeit zorgt natuurlijk ook voor die enorme prijsschommelingen. Het blijven penny stocks, dus ze blijven vrij risicovol. Wat mooi is, op het moment dat je er zegt 20 à 30 van je portefeuille, het hoeft helemaal niet met grote bedragen, trouwens kan allemaal met hele kleine bedragen, vooral met brokers tegenwoordig zijn de kosten vrij laag. Maar als je heel veel van deze penny stocks in je portefeuille hebt, dan ben je toch vrij gediversifieerd. Ze bewegen allemaal vrij onafhankelijk van elkaar, dus je hebt niet heel veel exposure naar de markt, wat veel beleggers toch vrij belangrijk vinden. Plus, je bent heel erg geëxposed naar een soort black swan effect, naar een positief black swan effect. Nou, voor mensen die dat niet helemaal weten wat dat betekent, het komt er over het algemeen op neer dat er een kans is op een hele grote positieve gebeurtenis. Denk dat het medicijn wordt goedgekeurd. Nou, dan is het normaal dat zo'n bedrijf misschien wel vertienvoudigt in prijs. Maar sommige bedrijven gaan zelfs veel verder. Dan medicijn blijkt zo'n enorm succes zijn dat ze misschien wel 100 keer of 1000 keer die prijs vergroot worden. Nou, dat zijn natuurlijk als investeerders aan het geweldige bedragen om over mee te denken. Risicovol, dat wel. Ik bedoel, je kan ook gewoon alles verliezen wat je hebt. Het is op de ronde. Maar over het algemeen pak je als je penny stocks hebt toch een aardig percentage per jaar. En dan moet je denken aan 15 tot 20%. Het zijn leuke bedragen. Zet niet je hele portefeuille weer in. Doe het een beetje voor de lol misschien. Maar toch kan je hier een leuke boterham mee verdienen. Nou, ik denk dat volgende week gaan we misschien over Unilever praten. Om even kijken wat de komende week allemaal gaat gebeuren. En dan zie ik jullie weer. Tot ziens!